De afgelopen weken was Milan vader vaker in Spanje dan in Nederland te vinden. Op trainingskampen maakt de Middelburger zijn eerste kilometers in het shirt van zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma. Toen ik 1 januari voor het eerst in de geel-zwarte kleuren mocht, voelde ik me best wel trots. En eigenlijk nog steeds. En je merkt ook onderweg tijdens het trainingsrondje dat er toch net iets meer mensen omkijken. De mountainbiker is terechtgekomen in de wonderenwereld van de grootste wielerploeg van Nederland. En meteen lag vader op de kamer met een van de beste wielrenners van deze tijd, Primoz Roglic. Tot nu toe is zijn overstap meer dan goed bevallen. Het is een hele mooie ploeg, heel familiair. Wat je al zegt, we hebben supergoed getraind en ja, het is super professioneel, zeg maar. Dus ja, alles wordt je uit handen genomen en er wordt een optimale situatie gecreëerd om beter te worden. Want beter worden, dat is wat vader wil als mountainbiker en nu ook als wegwielrenner. Na zijn 10e plaats op de Olympische Spelen in Tokio was vader toe aan iets nieuws. Het is eigenlijk een unieke situatie en daar ben ik hartstikke blij mee dat ik deze kans heb gekregen. Dus ja, het worden twee verschillende sporten in één jaar. Maar wel een leuke uitdaging. Het wedstrijdprogramma en trainingen worden door de ploeg op hem persoonlijk afgestemd. Het wordt een jaar van ontdekken wat hij kan als wielrenner op de weg. Maar de mountainbike-wedstrijden worden niet vergeten. Ik zal het voorjaar vooral op de weg rijden. Tot en met Luik-Bastenaken-Luik, dus de laatste wegkoers dan voor mij. Dan is het snel omschakelen naar het mountainbiken. Dat doe ik tot september ongeveer. En dan sluit ik af met mijn twee wegkoersen. Vader zal starten in de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik, Strade Bianchi en de Waalse Pijl. Daarnaast rijdt hij ook nog wedstrijden als Ronde van Valencia en de Ronde van het Baskeland. Gelukkig wordt er niks verwacht, want ik moet echt nog wel heel veel leren. Kijk, hard fietsen, dat lukt wel. Maar er komen zoveel andere dingen bij kijken. En wat ik net ook zei, het is echt een hele andere sport. Veel meer teamsport. Dus dat zijn extra dingen die erbij komen in de koers zelf. Dus gelukkig wordt er niks verwacht en ik ga hopelijk veel leren. Met zijn achtergrond als mountainbiker ziet vader ook dat hij voordelen heeft. Hij is ook niet de eerste die de overstap maakt. Vader weet wat hem te wachten staat. Ik kan wel zeggen dat het niveau echt hoog is op de weg. En dat zeker niet even 1, 2, 3. Kijk, ik heet geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert of Tom Pidcock. Dus ik zal zeker wat langer de tijd nodig hebben om mezelf te ontwikkelen. Maar ik net zeg, ik heb er eigenlijk geen verwachting van. We gaan het wel zien. Meer dan mijn best kan ik niet doen. De eerste keer dat vader in het tenue van Jumbo-Visma een wedstrijd rijdt is begin februari. Dan start hij namelijk in de Ronde van Valencia, een meerdaagse Spaanse etappekoers.